Het was vandaag onstuimig en ook de komende dagen is het alles behalve rustig in de atmosfeer. Af en toe waait het fors en er staan ook buien op het programma. Ondanks dat het onstuimig is met veel wind en buien, zijn er ook mooie momenten. Met zonneschijn en mooie Hollandse luchten dus van alles wat de komende dagen. En dat alles wordt veroorzaakt door lage drukgebieden in onze omgeving. En die lage drukgebieden die komen met een westenwind makkelijk richting Nederland. Af en toe trekken er buiengebieden over. Soms zit er even een rustigere fase in. Maar morgenmiddag bijvoorbeeld, dan dienen zich weer nieuwe buien aan. En we zien in de nacht naar zaterdag alweer een volgend regengebied aankomen... Dus je moet echt tussen de regen de gebieden doorlaveren om het de komende dagen droog te houden. Ook vanavond is het niet droog in Nederland. Er zijn nog steeds een aantal buien, soms pittige buien met forse windvlagen. Maar vannacht. Dan wordt het vanuit het westen droger en volgende opklaring opklaringen. De wind zal ook wat afnemen. De temperatuur daalt dan in het binnenland tot een graad of 4. Morgenochtend een droge start op veel plaatsen in Nederland met zonneschijn. Maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Later in de ochtend en vooral in de middag trekken dan talrijke buien over het land. Lokaal is er ook onweer bij mogelijk, misschien zelfs wel wat hagel. En sowieso zal de wind bij die buien weer fors gaan aantrekken. De wind buiten de buien om is boven land vrij krachtig en aan zee zelfs krachtig. Misschien even hard, windkracht 6 tot 7. Zo onstuimig als vandaag wat wind betreft is het overigens niet. Vandaag hadden we lokaal windstoten van zo'n 120 km per uur. Ja, en zaterdag, dan hebben we eigenlijk hetzelfde weer. Naast zonneschijn en droge momenten ook een aantal buien, soms forse buien met windvlagen... Temperatuur komt niet alleen morgen, maar ook zaterdag op een graad of 9 uit. En als we dan verder vooruit kijken, bijvoorbeeld naar de zondag, dan verandert er eigenlijk in het weerbeeld maar weinig. En ook maandag is dat het geval. Pas na dinsdag neemt het aantal buien af. Maar de temperatuur reageert voorlopig niet. Het blijft wat aan de frisse kant.